toiletten zijn hier in binnen. Kapstokken rijden er ook daar in een gangetje achteraan. Voor de rest is het belangrijk dat de uitslagen niet worden doorgegeven aan het centrale centrum hier. Zoals jullie weten zijn de regels per 1 januari jongstleden gewijzigd. Daar zijn de arbiters helemaal niet gelukkig mee. Dus we spelen niet volgens de snelschaakregels van 1 januari 2018. We spelen met de snelschaakregels van vorig jaar. Ik zal eens toelichten waarom. Want in het nieuwe reglement verlies je niet bij een onreglementaire zet. Dan krijg je tegenstander een minuut bij en de tweede keer verlies je pas. Nou, dat betekent dat je eigenlijk heel veel arbiters moet hebben en het toernooi is dan echt niet op 5 of 6 uur afgelopen. Dat wordt een latertje. En er is heel veel kritiek tegen die regels en ik kan me dat ook helemaal voorstellen. Dus we doen het zoals het in de voorgaande jaren deden. Dat betekent onreglementaire zet leidt tot verlies. Tegenstander kan claimen, maar moet wel voldoende tijd op de klok hebben. Je mag een onreglementaire zet nog corrigeren als je de klok niet hebt ingedrukt. Als je zelf ziet, oh dat is onreglementair, kun je hem terugnemen. En als het dan kan, met hetzelfde stuk wel een reglementaire zet doen. Kan dat helemaal niet met een aangeraakt stuk, dan mag je elk willekeurig ander stuk pakken. Nou, laat zien wat jullie kunnen. Eerste keer gewonnen, Thomas? Ja. Nou, dan kom je in de nieuwsbrief. Dit toernooi,